Belletje om de nagel heel mooi effen te doen, want deze bijwerking gaan wij doen met builder base. Ik ga geen gel gebruiken, dus na de builder base ga ik niet velen en daarom moet de nagel perfect zijn. Dus als jullie zien is hij mooi effen en nu doe ik de nagelriemen naar achter en ik ga verder met mijn vel. Dus de uitgroei, maat zetten en de nagel in vorm velen. Dit is een 180 grit vel, medium. Aan de ene kant is medium, aan de andere kant is een coarse, dat is 150. En ik ga hier aan de zijkantjes veilen. Mijn klant wil dezelfde vorm, dat is een korte ballerina. Dus voor wij met de producten beginnen, moet de nagel echt perfect zijn, want wij gaan niet veilen. Dus na het aanbrengen van de builder base veilen we niet. Oké, ik denk dat wij bijna klaar zijn om met de manicure te beginnen. Dan gaan wij de producten te beginnen. En het eerste product is de prep. Dit is een ontvochter, een ontvetter. Droogt super snel. Jullie zien dat de nagel mat wordt. En dan zijn we klaar voor de primer. Dit is een zuurvrije primer, droog met de lucht. Hier gaan we enkel op de natuurlijke nagel werken. Dat is heel weinig product op de natuurlijke nagel. En pas op dat je niet op de huid komt. Ja, hier een klein beetje op de huid, gewoon kuisen. En wachten tot hij droogt. Oké, dit is de builder base van Ugly Duckling. Het is een nieuw product. Heel sterk, met een heel goede hechting. En je kan het voor superveel dingen gebruiken. Je kan het onder je gel polish doen. Onder je gel doen. Je kan ermee ook opbouwen. Dus hier ga ik een dun laagje leggen. Ik leg eerst een dun streek laagje. Probeer zo strak mogelijk te werken, want ze niet vergeten dat wij straks niet gaan veilen. En we gaan dit strijklaagje uitharden. Als de nagel uit de lamp komt, dan gaan we een tweede laag leggen. De eerste laag kan je op alle vingers samen doen. En daarna kan je één per één werken of per twee werken. Dus ik leg een tweede laag. En deze keer ga ik nog niet uitharden. Maar ik ga hierop direct opbouwen. Ik neem een klein beetje extra product. Ik leg het heel boven. En dan streek ik naar beneden, want hier heeft mijn klant al gel. Hè? Dus de hand even omdraaien en laten het product egaliseren en uitharden. En kijk, zo mooi en zo snel gedaan. Oké, we gaan lakken. Ik ga werken met kleur 46. Die zijn super mooie glitters. Kijk, zo mooi. Deze kleur dekt heel goed in een laagje. Ik gebruik mijn ovaal penseel. Dus
Een laagje is meer dan genoeg. Dus we gaan lakken met deze super mooie glitters. Daarna ga ik gewoon een topcoat doen en we zijn klaar. En dit was ongeveer wat ik met jullie vanavond wilde delen. Niks. Hier is het resultaat, meisjes. Ik zie jullie volgende keer. En bye bye, bye bye, bye bye. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende.